Klungel jij ook zo met papieren rekeningen, facturen en postkaartjes? Echt niet meer van deze tijd, die paperassen, geen nood. Vanaf volgend jaar kunnen we bijna alles ontvangen via een persoonlijke elektronische brievenbus, copyright EPA. Binnenkort kunnen we onze loonbrieven, attesten, facturen, contracten en bewijsstukken van aangifte allemaal ontvangen in en versturen vanuit een persoonlijke elektronische brievenbus. Er bestaan al gelijkaardige kanalen, maar vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo OpenVLD gaat een ordelijker systeem invoeren, dat schrijven de kranten van het media. In een beleidsnota belooft hij dat elke burger en elk bedrijf in het voorjaar van 2018 een digitale brievenbus krijgen, waar ze hun post kunnen ontvangen en beheren. Copyright iStock. Volgens De Croo hebben de klassieke brievenbussen nog maar één groot voordeel: alles komt elke dag op exact dezelfde plaats terecht. Zoals elke afzender heeft zijn eigen communicatiesystemen. Denk maar aan de federale overheid, MyMinfin voor fiscale attesten, MyPension voor pensioengegevens, MyCareer voor een loopbaanoverzicht en MySocial Security voor uitkeringen. Op het Vlaamse niveau worden momenteel gelijkaardige systemen uitgebouwd en elektriciteitsleveranciers en telecombedrijven doen het ook al. Denk maar aan MyLuminus, MyLampiris, MijnTelenet en MyProximus. Volgens De Croo zijn er enorm veel voordelen aan digitale communicatie, maar verloopt het momenteel nog niet vlot genoeg doordat in elk van die brievenbussen maar een beperkt aantal documenten terechtkomt. Ook wijst hij erop dat voor elk communicatiekanaal een EID, een nieuw paswoord en een nieuwe login nodig zijn. Bovendien is het onveilig om overal hetzelfde paswoord te gebruiken. Een allesomvattende elektronische brievenbus met één login en leidt volgens De Croo tot minder romslomp, minder gedoe en minder tijdsverlies. Digitale brievenbussen zoals Zoomit, Dokkel en Pom krijgen de kans om een deel uit te maken van de maatregel. Zij mogen zelf zo'n alomvattende digitale brievenbus aanbieden. De burgers kunnen dan kiezen welke volgens hen het meest gebruiksvriendelijk is. Uiteraard blijft het mogelijk om op de klassieke manier brieven te versturen.